de Spettacolo Gloss van Castelli. Ik had ze net even uit, maar we gaan weer vertrekken. Dus, maar weer aan. Maar ik wil ze nog even laten zien. Dikke handschoen. Dus echt wel ja, voor de winter als het echt wel serieus koud is. Natuurlijk in een opvallende zwart met rood en wit. De Gore windstopper. Dat kun je hier op zijn kop zien. Anders kan ik het niet echt laten zien. Hier Castelli logootje in een beetje rubberachtig materiaal. De naam hier gestikt. Dik materiaal. Ik gebruik het soms om gewoon mijn gezicht een beetje af te wrijven of zeg maar bril schoon te maken. En hier ook extra slijtvaste grip is natuurlijk met schakelen, vooral met mountainbiken. Dan kan het er soms best wel agressief en best wel heftig aan toe gaan. En ja, als je een beetje ervaring hebt, dan weet je dat bijna iedere handschoen, die is hier nog perfect, die is hier nog perfect. Maar hier gaan ze op een gegeven moment gewoon stuk. Dus dat moet wel extra stevig zijn. Ja, en voor de rest, wat ik goed vind, maar dat heb je waarschijnlijk al heel vaak gehoord van mij, dat hij geen rits heeft. Want een handschoen met rits is gewoon irritant. Terwijl als je dit dus maakt zoals Castelli doet, dus dit gewoon elastisch, dan doe je gewoon de handschoen aan. Dan sluit hij ook mooi aan gewoon op je arm. En mijn ideale situatie is dan toch gewoon het shirt erover. Wat natuurlijk altijd een beetje tegen de rijwind in is eigenlijk. Het zou logisch zijn om hem overheen te doen. Maar op een of andere manier vind ik het al prettiger. Dat gewoon het jasje over de handschoen zit. En het ziet er ook gewoon mooi strak uit. Vooral als je het combineert met de rest van Castelli kleding. Maar goed, dat over de Spettacolo Gloss. Mocht je dit op YouTube zien, zal ik de link even onder de video zetten.